De panna-kooi die de gemeente Zoeterwoude naast Brede School het Avontuur plaatste, is niet lang gebruikt. Al binnen twee jaar kwamen er noodlokalen en haalde wethouder Ruud Bouter de kooi weer weg. Ja, precies, toen moest hij weg. En nou, tot uh, teleurstelling van een, een heleboel mensen en vooral de kinderen. Het was natuurlijk hartstikke handig dat hij vlakbij de school was. Dus konden de schoolgaande kinderen ook in de pauze konden daar lekker de bal tegen het hek aan trappen. Uh, nou, toen, uh, toen uh, verdween hij. We hebben vervolgens een onderzoek gedaan waar zou die dan terug kunnen keren. Eh, nou, daar, bij de hondsdraf, dreef, daar zou die eventueel uh, kunnen komen. Uh, dat, dat kwam uit een enquête. Maar vervolgens uh, heeft de school toch aangegeven dat ze graag de, de kooi weer in de buurt van de school zouden willen hebben. En dat had uh, consequenties voor de fietsenstalling, die moest wat uh, opgeschoven worden. Maar daar gaat hij uh, nu weer komen. Tot het moment dat nou ja, de hekken gestolen waren. Die hadden we namelijk tijdelijk opgeslagen in de Oksel. Dat is een plekje daar vlak bij de afrit naar Zoeterwoude. En ja, dat was, dat was een hele vervelende situatie. Nou, in ieder geval is het zo. We hebben bestellingen gedaan voor nieuwe hekken. Dat is inmiddels voor elkaar. En we verwachten toch dat vandaag of nou, laten we zeggen morgen of overmorgen... binnen een paar dagen dat hij weer staat naast de school. Vanaf volgende week kan er dus weer gevoetbald worden naast de school, maar Bouter heeft meer voetbalnieuws. Ook de voetbalkooi die tot 2018 naast de Corbudo school lag, komt weer terug. Ja, dat was een grote voetbalkooi en eh, nou ja, inderdaad vanwege de, de, de bouw van huizen moest die verdwijnen. Dat is inmiddels al een tijdje geleden eh, geweest. Maar die kooi die komt weer terug bij eh, Bloemenvelden. Eh, dat is tegen, tegenover Emmaus. Die wordt zelfs nog iets groter met grote doelen. En dat gaat ergens begin van het nieuwe jaar Q1, zal ik maar zeggen, plaats, plaatsvinden. Dus die komt terug. De sportwethouder begrijpt wel dat er ook in een groene gemeente als Soeterwoude behoefte is aan een voetbalkooi. Het zit hem ook vooral in het feit dat er een kooi is... Je kan die bal lekker tegen zo'n hek aantrappen, die vliegt niet alle kanten op. En je kan op een kleine oppervlakte toch heel leuk met elkaar voetballen. Er zitten ook kleine doeltjes in. En het is ook een hele kunst om, Panna, tussen de benen door van iemand die bal in dat in het kleine doeltje te schieten. Maar op de een of andere manier is een kooi heel erg geliefd. Meer dan een open voetbalveld. We hebben hier natuurlijk naast het molenpad ook een heel mooi voetbalveld. Het wordt goed onderhouden, twee doelen. Het is vrij groot, maar er wordt maar heel relatief weinig gebruik van gemaakt. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar ik denk dat dat een beetje te maken heeft met die hekken eromheen, wat men heel prettig vindt. En het is natuurlijk ook dichterbij. Je hoeft niet helemaal hier naar, nou ja, helemaal dat stukje af te leggen naar het molenpad.